Friends Prod. Dames en heren, we zijn hier op deze mooie plek. En de reden dat we hier zijn, we hebben zojuist wat onderdelen gehaald. Ik heb net een spatbordje gehaald, deze moet even schoonmaken. Ik heb een luchtfiltertje gehaald en een kickstart ronsel. Want het ronseltje wat ik er nu in had was van een maatje. Dus nu gaan we terug naar huis en dan gaan we alles monteren. Hallo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Dit is alweer deel 4 van de Zip SP build. Ik kom toevallig net terug van een marktplaatsverkoper. Ik heb 2 nieuwe dingetjes gekocht. Namelijk een klaxon, die zie je daar zitten. En een achterlicht met glaasje en al. Ik heb net de klaxon gemonteerd. Dat is eigenlijk vrij simpel. Je schroeft hem eigenlijk vast aan het frame. En dan zie je daar 2 kabeltjes die erin lopen. En als we het contact aanzetten en even toeteren. Dat werkt. Kunnen we ook gelijk het achterlicht even proberen. Nou, dit is natuurlijk heel simpel. Die sluit je gewoon hier zo achteraan. Zo, stekkertje erop. Contact aan. Maar hoe gaan we dat testen? Nou, door het remlicht door te remmen. Dan weten we gelijk of de remsensoren het ook doen. Doen we eerst deze kant. Dat ziet er goed uit. Andere kant ook even. Dan weet ik nog wel dat we 2 goede onderdelen hebben gekocht. En deze is ook gewoon... bijna een nieuw staat eigenlijk. Hij ziet er gewoon super goed uit. Ik heb wel besloten om na de keuring gewoon Power One verlichting erop te doen. Maar voor nu laat het gewoon even zo, joh. En de kleur van de hele scooter ben ik ook nog niet helemaal uit. Ik vind het Narda ook best wel dik. Alleen ik zat zelf misschien te denken aan gewoon helemaal zwart. Dat is ook wel dik met die knippenlichten. Dan is het gewoon alles helemaal zwart. Maar ja, laat maar in de comments weten wat jullie qua kleur mooi vinden op deze scooter. En dan gaan we een beetje kijken wat... ja, wat heel dik gaat staan. Ik heb ook hier een heel cool onderdeel gekregen. Of eigenlijk onderdelen. Dit is een Molossi Multivar. Dat is dus eigenlijk dat onderdeel. Dit is het origineel en dit is die van Molossi. Deze heeft een betere overbrenging. En dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat je betere trekkracht hebt. Er zit ook een witte drukveer bij. Die moeten we sowieso vervangen, want er zit nou een blauwe in. Ik weet niet, ja. Ik denk dat er nog een afstelling van een 70cc in zit. We gaan sowieso die witte er alvast in doen. Die variateur die gaan we er nog niet in doen. Want hij moet natuurlijk nog door de keuring. En dan maak ik mezelf alleen maar moeilijker als ik er gelijk allemaal opvoer dingen in zet. Dus we gaan nu eerst even deze koppeling loshalen. Gaan we kijken of we het moertje los kunnen krijgen. En dan doen we die drukveer even monteren. Ik ga nu even de koppeling loshalen. Daarvoor ga ik een Toppie 34 gebruiken. En een slagmoersleutel. Als je dit ook op deze manier doet... zorg er dan echt voor dat je veel kracht naar beneden houdt. Want je weet nooit echt hoe zwaar die veer terug gaat kaatsen, zeg maar. Dus ja, laat het even proberen. Tip is ook, zet gewoon je 4 voet erop. Zo. Los. Zo. Dus die is los. Halen we de koppelingssegmenten eraf. We hebben de blauwe drukveer. Dan pakken we de nieuwe. Je ziet dat hij net iets anders is. Hij is wat langer of zo. Laat. Dan plaatsen we deze. En dan kijk je goed. Je ziet zeg maar dat hij aan 2 kanten vlak is. Hij zit aan die kant vlak en aan die kant vlak. Dat is precies hetzelfde met deze. Dus die zet je zo erop. Zodat ze mooi op elkaar schuiven. Dus nu het toch open is, kunnen we gelijk even kijken naar de trekveren. En dan volgens mij zijn dit gewoon standaard trekveren. We moeten ook eventjes de koppelingssegmenten een beetje opschuren. Ze zijn niet heel erg slecht. Maar nu toch alles open is, kunnen we het beter maar gewoon gelijk goed doen. Zet je gewoon met 1 voet erop. Pak je die bout. Of die moer. Draai hem met je hand vast aan. Pak je slagmoersleutel. Zit hij er weer mooi op. Vers veertje er weer op. Deze V-snaar moeten we ook een keertje vervangen, maar voor nu maakt het nog niet zo heel veel uit. Koppelingshuisje er weer op.
Hey dames en heren, ik heb een hoop onderdelen hier zo liggen. Allemaal kleine rotdingetjes. Die gaan we nu allemaal monteren. We gaan als eerste beginnen met dit lagertje. Die moeten we hier zo inzetten. Zo, dat lagertje zit ook gemonteerd. Er moet eigenlijk nog zo'n borgplaatje op, maar ik krijg hem gewoon niet verder. Ik denk dat ik hem gewoon zo ga houden. Het zit strak genoeg. Het gaat er echt nooit uitkomen. Ik ga gewoon aan deze kant zo'n Vespa beschermkapje kopen, denk ik. Ziet er sowieso wat dik uit. Gewoon een mat zwarte. Dan heb je in ieder geval dat deze lager gewoon beschermd is. En deze, ja, is aan de binnenkant van het wiel. Dus ik denk dat dit wel gewoon goed komt. Dan kunnen we nu de voorwerp weer helemaal in elkaar gaan zetten. We beginnen met de kilometerteller. Rotzooi allemaal dat hierin moet. Dames en heren, we hebben nieuwe onderdelen gekregen. We hebben een aantal kleine, eigenlijk best wel grote dingen. Ten eerste hebben we een kilometertellerkabel. Nou, dat is niet heel groot, maar wel belangrijk. Dan hebben we een nieuwe carburateur. Dit is een Delorto, denk ik. 17,5. Sowieso gewoon goed. Gewoon carburateur toch. En dan hebben we een SP-vleugel. Die kunnen we gelijk monteren. We hebben hier het achterlicht liggen. Dan kunnen we gelijk even kijken naar het verschil tussen deze twee. Hier hebben we het verschil. Dit is de oude, dit is de nieuwe. Je ziet hier hebben we een Piaggio logo. We hebben een leuk printje erop. Je ziet ook dat hier aan de zijkant hebben we zeg maar twee handgreepjes. Deze heeft dat ook niet. Zoals je kan zien. Wat we nu eerst even gaan doen, we gaan even met het makkelijkste beginnen. We gaan dit achterlicht gaan we gewoon even hierin zetten. Dat is best wel makkelijk. We hebben hier een gaatje, daar gaat het kabeltje doorheen. En dan gaat dit er zo in. Hier de SP-vleugel, ik heb het lichtje erin gezet. Nou, we hebben gewoon die kabel hier zo. Die zetten we er zo in. Klikken er zo in. Leg hem een beetje mooi neer. Twee lange schroefjes. Nu ook deze twee plastic dingetjes gemonteerd. Dat is om de binnenkap vast te houden, zeg maar. Die miste ik ook. Echt twee kleine klote onderdeeltjes, kijk maar. Een heel klein plastic stuk dingetje. Ho. Die klik je daar eigenlijk gewoon zo in. Heel simpel. Oké jongens, we zijn inmiddels weer een dagje verder. De carburateur zit erin. Ik heb alle kabels aangesloten. Behalve de choke dan, want daar moet ik nog even een speciaal stekkertje voor maken. Zoals je kan zien, deze aansluiting en deze aansluiting zijn anders. Dus daar moet ik even wat voor verzinnen. En ik heb dit kapje even vastgemaakt. En nu staat er eigenlijk nog maar één ding op. En dat is de scooter starten. Ik mis nog wel wat luchtfilter, zoals je kan zien. Maar qua starten maakt dat niet heel veel uit. Dus ik ga hem even naar achter rollen. En dan gaan we hem starten. Dan gaan we de contact even omdraaien. Lichtje werkt ook. Moeilijk te zien, maar je ziet hem branden. Oké, we zijn terug. We hebben de onderdeeltjes gemonteerd. Het achterspatbordje zit erop. Die moeten we nog even spuiten. En het luchtfilter zit. En hij klinkt natuurlijk nu veel anders. Dus we gaan hem even starten. Nu kunnen we even kijken hoe. Kunnen we even luisteren hoe die klinkt. Nu het luchtfilter erop zit. Nou, dat klinkt al veel beter.